Personen die het rijexamen hebben gehaald, zullen een rijbewijs krijgen die geldig is voor 2 jaren. Hierna zullen de rijbewijzen van deze personen aan de hand van een puntensysteem worden verlengd. Minister Kenneth Amoksi haalde dinsdag in het parlement aan dat deze wijziging nodig is, omdat in de praktijk blijkt dat juist onervaren bestuurders die pas zijn geslaagd verkeersongevallen veroorzaken. Het puntensysteem zal ook gelden voor zij die binnen de 2 eerste jaren geen voertuig besturen. Wat als iemand zijn rijbewijs heeft gehaald, maar geen auto heeft in de eerste 2 jaren? Daarna is hij nog steeds een beginner. Voorzitter, het puntensysteem zal gelden voor iedere bestuurder, ook voor degene die voor het eerst in het bezit is gesteld van een rijbewijs. Het verschil ligt hierin dat in het eerste geval na 2 jaren uw rijbewijs niet wordt verlengd en betrokkenen zich opnieuw zal moeten onderwerpen aan een rijexamen. Het gaat hierbij ook om het psychologische effect die ervan uitgaat op de bestuurder dat die zich zodanig moet gedragen, die zich zodanig moet gaan inzetten om gedurende die periode de verkeersdiscipline zodanig eigen te maken, de discipline die verder in het vervolg van invloed zal zijn op zijn rijgedrag in het verkeer. De nieuwe voorstellen voor rijbewijzen besprak de minister bij de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van de rijwet. Nog een andere vernieuwing is dat personen die de maximumsnelheid met 80 km per uur overschrijden, hun auto in beslag zal worden genomen voor 3 maanden. Voorzitter, inderdaad is zoals door het geachte lid Zang is opgemerkt, de overschrijding van de maximale toegestane van 40 km per uur met 80 km zeer ernstig. Omdat u gauw komt op een snelheid van 120 km per uur. Ik wil hierbij benadrukken dat een overschrijding met 50 km per uur reeds een strafverzwaring van toepassing is, namelijk een gevangenisstraf van 2 jaren en geldboete van de 3e categorie. Deze maatregel van buitengebruikstelling van het motorrijtuig staat dus boven op die gevangenisstraf. De behandeling van de wet is vandaag voortgezet.